Zeg je het complete beeld? Als jong meisje hield ik al van tekenen en van schilderen. Dat waren de onderwerpen in mijn omgeving. Natuur, landschap. Maar ik hield toen ook al van abstract. Later ben ik eigenlijk altijd doorgegaan met deze interesse. Ik kon het niet loslaten. Buiten het alle andere verplichte zaken bleef ik altijd in mijn vrije tijd doorgaan met mezelf onderwijzen. Ik ben op een bepaald moment in mijn leven andere materialen gaan uitproberen. Ik ben met klei in contact gekomen, met keramiek. En dat was een hele andere ervaring weer. Want hier gebruik je dus je handen. En je voelt als het ware een werk tussen je handen tot een bepaalde vorm komen. En voor mij was dat weer een hele fijne beleving, omdat je weer omdat ik met gevoel bezig was. Ik merkte dat ik dat prettig vond. Maar ook dat was het niet helemaal. Ik begon toch verder te kijken naar andere inspiraties. Wat in ieder geval altijd bleef, was de oude meesters. En wat mij altijd ontzettend interesseerde, waren de stoffen die erin gebruikt werden. Ik begon toen zelf ook met stoffen te werken. En daar deed ik het nog niet op de manier zoals ik dat zag in de schilderijen. Ik maakte gebruik van patronen en structuren. En daar maakte ik diverse ontwerpen van. En dat waren voornamelijk kledingstukken. Wat ik heel prettig vond, wat ik toen ook alweer merkte, wat ook weer toen terugkwam, dat was die tactielheid, het voelen. En ja, stoffen zijn ook een eigen medium, om het zo maar te zeggen. En de ene stof is heel dun, kan heel glad aanvoelen. De andere stof is wat ruwer. Hè, linnen voelt vaak wat ruwer aan. Maar je hebt ook stoffen die wat dikker zijn, waar je als het ware door verschillende lagen heen moet gaan. Verschillende lagen van zachtheid. En dat was nou net wat ik altijd het mooist vond. En die vond ik vaak toch terug in de oudere stoffen. Die waren vaak wat dikker ook. Na een periode met stoffen te hebben gewerkt, met ontwerpen, had ik toen ook al weer, ja, dit is het toch ook niet. En ja, ik wist niet zo goed wat ik eventueel nog anders zou kunnen doen. Maar in diezelfde periode gebeurde er iets moeilijks. Ik kwam dus in een niet zo leuke periode van mijn leven terecht. Een vrij moeilijke periode. En ik heb in die periode wat mensen doen als ze creëren. Ik heb in die periode nodig gehad om mezelf te kunnen uiten. Tekenen, schilderen, kleien, textiel. Dat lukte mij niet. Maar wat mij wel lukte, was die camera die ik had aangeschaft in de tussentijd. Dat was een camera die ik had aangeschaft voor familiekiekjes, voor leuke dagjes uit. Maar ik kwam er dus achter, ik kan daar meer mee. Ik kan meer mee met die camera dan alleen maar de realiteit vastleggen. Mijn leven vast te leggen, het documentaire van mijn leven. Toen dacht ik van, ik kan het, wat als ik daar portretten mee ga maken? En ja, zo ben ik dus zelf portretten gaan maken. En die eerste zelfportretten, die waren best pittig. Die waren vrij duister. Ik zelf vond ze altijd ontzettend. Het pakte mij. Het was precies zoals ik me voelde. Ik kon er alles in kwijt. Ik kon daar ook een stuk verbeelding in kwijt. Ik kon daar al die diverse lagen van gevoel ook in kwijt.
na die periode van zelfportretten maken, kwam ik dus eigenlijk op een ander terrein terecht. En dat was het realiseren van mijn dagdroomwereld. Ik heb nogal de neiging om te dagdromen. En dan drijf ik altijd toch weg naar een andere dimensie, zo noem ik dat dan. En in die dimensie zijn er bepaalde beelden die altijd terugkomen. En ik heb geprobeerd met behulp van fotografie in combinatie met Photoshop om die wereld te scheppen. Toch bleef die drang naar het maken van een werk in diverse gevoelslagen. Die verbeelding die bleef daar, dat verlangen naar verbeelding, dat mixen, het tekenen. Ik was nog steeds aan het tekenen, ik was nog steeds figuren aan het tekenen. Ik bleef zoeken naar iets. Nou, in 2012 ben ik dus met een aantal modellen begonnen. En hebben we dus renaissance fotoshoots gemaakt. Want ik kon dat niet loslaten. In die renaissance shoots zat alles in wat ik dus in die afgelopen jaren elke keer maar weer terugkwam. De kleuren, de emotie, de textielen waar ik mee heb gewerkt. En ook de verzameling en textielen die ik had, die kwamen daar ook weer in terug. En het was eigenlijk een soort van plus, 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 plus. Wat in zo'n shoot tot uitdrukking werd gebracht. Ik heb die foto's bewerkt. Ik heb ze online gezet. En dat was denk ik in april, mei. En ik ben in hetzelfde seizoen, in de lente dus, zou ook nog zomer kunnen zijn, begin zomer, ben ik al heel snel gevraagd om samen te werken met een bedrijf, een parfummerk. En ik werd uitgenodigd. Ik werd uitgenodigd om naar Venetië te komen. Als je geen update wil missen, abonneer je dan hieronder.